Na een proces van vele jaren plannen maken en maanden werken, werd de vernieuwde Hogestraat in Druten afgelopen vrijdag eindelijk geopend. Het uitgangspunt voor de herinrichting was om de straat voor voetgangers en fietsers vriendelijker te maken. Bezoekers van de opening werden met muziek en confetti ontvangen. Ze liepen gezamenlijk over de Hogestraat richting Café de Leeuw, waar de officiële openingshandeling plaatsvond.